Dankzij de ondertekening van het verdrag zijn ruim 240 Drentse banen gered. Dit is echt een manier om mensen aan het werk te houden. Goed personeel aan het werk te houden, waar ik heel erg blij mee ben. En om te zorgen dat we ook op langere termijn deze capaciteit ook behouden blijven voor het gevangeniswezen. De Noorse gevangenen komen per 1 september voor 3 jaar naar Norgerhaven. Daar zullen vanaf dan de Noorse gevangenisregels gelden en moeten de cipiers Engels praten met de veroordeelden. Het is een nieuwe uitdaging en even weer wat anders. Voor ons is het hartstikke mooi. We houden ons werk, dus ik ben er wel blij mee. Heel positief. Ja hoor. En het is een verandering. Nou ja goed, en iedere verandering kan wel best leuk zijn. De Noorse gevangenen worden intensiever begeleid en dat heeft zo zijn voordelen. Van maandag tot vrijdag hebben we een programma van 8 tot 8. En dat is 3 uur meer dan wij hebben. Dus dat zal iets een kleine uitbreiding zijn. Ja, en over hoeveel banen zullen we het dan ongeveer hebben? Ik denk dat 10, 15 banen. Na de sluiting van de Hogeveense gevangenis de Gittenborg betekent dat goed nieuws voor de cipiers die daardoor thuis zitten. We hebben ze helemaal in beeld. We kennen ze allemaal, we zijn in gesprek met ze. Wat dat betreft is de wereld heel klein hier. Noorwegen bouwt nu zelf snel gevangenissen om hun eigen veroordeelden weer op te kunnen sluiten. Now it takes time to build prisons in Norway, maybe 6, 7, 8 years. So we have started the process and this deal is for 3 years and there are possibilities for prolongation, but we have to come back to that. En dat is goed nieuws voor onze werkgelegenheid.